Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op 1 juli. Het is bewolkt in Nederland en er valt regen of motregen, met name in het midden en zuiden van het land. In de loop van de ochtend wordt het vanuit het noorden wel geleidelijk aan droger, en vanmiddag volgen er dan ook nog een paar opklaringen. Vanochtend is het zo'n 14 tot 16 graden bij een matige west- tot noordwestenwind. En vanmiddag kan het dan zo'n 19 tot 21 graden worden. Zeker ook als in de tweede helft van de middag de zon er nog eventjes bij komt. In het zuidoosten blijft het overigens lang bewolkt en nat. Vanavond ook opklaringen bij temperaturen tussen de 16 en 17 graden. Er waait een matige noordwestenwind. Vannacht kan er hier en daar alweer een licht buitje vallen. En ook morgenochtend moeten we er rekening mee houden dat er soms wat lichte neerslag valt. De temperatuur ligt in de middag tussen de 18 en de 20 graden. En dan blijft het geleidelijk aan op de meeste plaatsen droog. En volgende week ziet het er helemaal niet slecht uit. De temperaturen gaan steeds verder omhoog. Maandag zo'n 20 tot 23 graden. Aan het eind van de week wordt het lokaal zomers warm. Er zijn zonnige perioden en soms valt er eens een bui. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne zaterdag.